voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audio's downloaden. Het nieuwe Hauptbahnhof van Berlijn, aangelegd in de zogenaamde Spreebogen, is een imposant geval geworden. Tot 1990 waren de Spree- en de Humboldthaven hier de grens met de DDR. De overkant van de Humboldthaven, waar de spoorbrug naartoe loopt, was toen het domein van de VOPO's, de Oost-Duitse grenspolitie, die potentiële vluchtelingen mocht doodschieten en dat ook deed. De architect Meinhard von Gerkan kreeg de opdracht om het nieuwe station te ontwerpen. Zoals zo vaak in Berlijn is er ook over de komst van het nieuwe Hauptbahnhof veel discussie geweest. Met name de West-Berlijners waren niet blij met hun nieuwe station, omdat hun hoofdstation, Zoologische Garten, nu alleen nog maar regionale aansluitingen zou gaan krijgen. Maar eindelijk kon het station dan toch op 26 mei 2006, 10 jaar na het begin van de bouw, door Angela Merkel feestelijk worden geopend. Tijdens de feestelijkheden bleek dat in ieder geval één iemand nog steeds niet blij was met het nieuwe station. Een 16-jarige jongen stak met een mes in op tientallen bezoekers. Het Hauptbahnhof is gebouwd op een plek die de laatste 50 jaar een desolate vlakte was. Met daarin alleen het trieste station van de S-baan, de bovengrondse stadspoorweg van Berlijn. Veel vroeger, vanaf 1871, stond hier het Leerter Bahnhof. Dat was een belangrijk kopstation voor de lange afstandslijnen naar het noorden. Het werd in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd en in 1952 buiten gebruik gesteld als treinstation. Bahnhof Zoologische Garten was inmiddels het hoofdstation van West-Berlijn geworden. In 1959 werd het Leerter Bahnhof afgebroken. Toen bleef alleen het station van de S-baan over. Met de komst van de muur in 1961 verloor dit station nog meer van zijn betekenis. Het volgende station aan de lijn was namelijk station Friedrichstrasse. En dat lag in Oost-Berlijn. Daar namen de bezoekers uit het westen in het Trainenpalast weer afscheid van hun familie uit het oosten, alvorens met het pendeltreintje terug te gaan naar het westen. De val van de muur in 1989 betekende enorme veranderingen voor het stadsvervoer van Berlijn. Plotseling waren er dringend de verbindingen weer nodig die jarenlang letterlijk doodliepen op de veiligheidszone tussen Oost- en West-Berlijn. Langzaam maar zeker groeide de stad weer aan elkaar. De beslissing om Berlijn weer hoofdstad van heel Duitsland te maken zorgde voor extra druk op de ketel om de verbindingen te verbeteren. Het Hauptbahnhof speelt een belangrijke rol in veel van de noodzakelijke vernieuwingen. In 1996 begint men met de daadwerkelijke uitvoering van het project. De bouw is in 2002 zo ver gevorderd dat ook het Leerter S-baanstation afgebroken wordt. Op de achtergrond is al de hal van het nieuwe station te zien. Belangrijke eisen die aan het nieuwe Hauptbahnhof worden gesteld zijn korte interne afstanden en voldoende daglicht op alle niveaus. Het stationsgebouw dat 160 meter lang en 40 meter breed is, staat haaks op de 321 meter lange glazen hal met de perrons. Ook bijzonder, het station heeft geen achterkant. Het geheel is een enorme hal van glas en metaal met twee voorkanten. Internationale trein- en S-baanverkeer wordt op twee elkaar kruisende niveaus afgewikkeld. Het is niet goed te achterhalen, maar het zou kunnen zijn dat het hele spoorpaleis met zijn 7 verdiepingen en shoppingcentrum bijna 1 miljard euro heeft gekost. En dan moet je weten dat oorspronkelijk de overkapping 450 meter lang zou worden, maar uit planningsoverweging is ingekort tot 320 meter. Het verhaal gaat dat nu juist de eerste klasse wagons in de open lucht halt houden. De communistische geest is dus nog niet helemaal uit het Verenigde Berlijn geweken.
Voor het station staat een merkwaardige constructie. Het is een kunstwerk dat door een echte professor, Jürgen Görres, gemaakt is. Het beeld moet de lange verkeerskundige traditie van de Duitse hoofdstad uitbeelden. Dat u het maar weet. In ieder geval is het een geliefd object voor toeristen om voor te pauzeren. Het stationsgebouw gaf ook aanleiding tot een ware soap. De verkorting van de overkapping was een beslissing van de directeur van de Deutsche Bahn, Hartmut Meedorn. Architect von Gerkan was het hier niet mee eens. Maar het was een andere verandering die van het plafond boven de ondergrondse perrons, ook weer op bevel van de directeur Meedorn, die de architect ertoe bracht de DB-directeur voor de rechter te slepen. In 2006 besliste de rechter in een opmerkelijk vonnis dat de architect gelijk had dat zijn schepping door de directionele ingreep ontoelaatbaar was geschonden. De DB moest ervoor zorgen dat het gebouw aangepast werd zoals het door de architect was ontworpen. Dat zou een dure grap van 40 miljoen euro worden, met grote gevolgen voor het treinverkeer in de tunnel. Uiteindelijk zijn de twee alfamannetjes, de directeur en de architect, er in 2008 toch in geslaagd hun meningsverschil bij te leggen. Ik geloof dat er daarvoor ook wat met geld geschoven moest worden in de richting van de architect.